Yo, what up, gasten? Welkom bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. Ik sta hier vandaag met Jordi. En we hebben een hele speciale gast. Enzo Knol. Ja, we spreken jullie zo na de intro. Oké, jongens, nieuwe Vraagje Vrijdag. Je weet wat het inhoudt. Nee. Echt niet. Ik heb het een keer al voorbij zien komen. En ik dacht, het is heel leuk, maar ik moest zo nodig poepen. Dus... En daarna ben ik het vergeten. Je mag, weet je wat? Ik match je en zo. Je mag een wilde gok maken. Vraagje Vrijdag. Wat is het en wanneer komt dit online? Ik denk vrijdag en ik denk dat je dingen gaat vragen. Dit is, geef me een applaus, geef me een applaus. IQ van 250, dames en heren. Oh, je ziet dat het een knolletje is en Milan is exact zo slim. Nou, laten we kijken bij de allereerste vraag. Laat ik allereerst zelf een vraag stellen. Want... Ik zit al de hele tijd met deze brandende vraag eigenlijk aan Enzo. Wat is... Moet je blussen. Dat is die humor. Wat een dijenkletser. Ben jij een dijenkletser? Nou, goede vraag Jordi, dankjewel. Oh. Is jouw catchphrase niet iets van Enzo? Dus dan, hey, ik ga nu dit verzamelen. Enzo. Oh, die is echt heel goed. Ja. Ja. Wist je dat zou hem gebruiken. Wist je dat hij meedoet in een nieuw seizoen van Wie is de Knol? Enzo. Dat is mooi, hè? Oh, we gaan afsluiten. We moeten weg. Zometeen deel 2. Oh yeah. 2! Ja, en we zijn buiten, dames en heren. Wat was de vraag waar we het over hadden, man? Dat is een hele goede vraag. Ja, wat was... Ik weet het niet meer, Enzo. Van Enzo. Wie is de Knol of zoiets? Oh ja, Wie is de Knol van Wie is de Mol? Oké, kutgrap, hè? Ja. Echt een kutgrap. Maar ik heb hem nog niet eerder gehoord. Echt niet? Applaus! Oh, dank u wel! Oh, man. De eerste vraag. Die komt af van Katja, 1999. En wat is haar vraag? Bardo, heb je wel eens aan Enzo's piemel ja, oké, we hadden het aangegeven. En nou, er is wel van alles gebeurd vandaag met piemels, toch? Heel veel. Terwijl hij juist de enige is die het niet weet. So evil. Oké, volgende vraag. Jordi, deze komt van Mikey33Loco. Wat zegt hij? Oh, Mikey33Loco. Houd jij ook van muziek? Oh, hou jij van muziek? Ik hou van muziek, ja. Ja. Wat is je favoriete muziek? Mijn favoriete muziek is... Oké. Wat is zijn favoriete muziek? Rap, reggae en zo. Ik zeg Broadway, klassiek, opera. Kijk, Bardo zit toch iets dichterbij. Ja. En dat eet ik dan met een beschuitje kaas. En dan helemaal in mijn eentje, met beentjes over elkaar, met een glaasje wijn. En... Dit is typisch Lorenzo, hij is bescheiden. Het beschuitje is gewoon caviar. See. Toch? Je YouTube cyber money. Stiekem. YouTube money, je weet zelf. YouTube money, het is keren tijd. Altijd. Wat is de echte achternaam van Jordi? Pinocchio. Pinocchio? Maar dat weten jullie dat nog niet? Oh, jij is Pinocchio? Ja. Het gerucht gaat Pagaslaan. Pagaslaan? Jordi Pagaslaan. Oh ja, dat klinkt lekker. Ja, we... Rick heeft het zelf ook nog even verspreiden. Oh, wacht, Rick is achter de camera. Potter. Oh, Jordi Potter, dat is ook een goeie. Ja, dat is een hele scherpe, echt waar. Cameraman, goed gedaan. Ja, dankjewel cameraman, die anoniem hoort te blijven eigenlijk. God. Oké, en de allerlaatste vraag voor vandaag is... Oh, de... Ja, 1976, wow, die is wel oud. Ja, en wat vraagt Arnica 1976? Hoe kent Bardo Enzo? Oh, dat is een moeilijk verhaal. Ja, dat is moeilijk. Hoe kennen wij elkaar? Door YouTube en zo. Nou, wat? Ja, het is toch zo, door YouTube. Dus vraag je vrijdag, beantwoord gewoon de vraag. Ik beantwoord de vraag. Goed, beantwoord hem goed. Oké, nou, ik durf te wedden dat Enzo had op een gegeven moment had die trek in een beschuitje. En toen ging hij een YouTube filmpje kijken, maar toen kwam hij tegen een opera filmpje aan. En toen dacht hij, hey, dit is ook best wel leuke muziek. Vanaf nu hou ik van opera muziek. En toen ging hij doorswitchen. Toen kwam hij op een gegeven moment bij de verse 50 song aan. En bij de verse 50 song dacht hij, hey, deze gozer, daar ga ik op disliken. En toen ging hij hem volgen om op te haten. En uiteindelijk kwam hij erachter dat hij best een grote YouTuber was. En toen dacht hij, hey, daar wil ik ook wel eens een keertje een video mee maken. Want dan krijg ik subs, want ik ben een subhoer. En toen... Is dat waar? Nou, het is eerder zoiets dat je, het gedeelte dat je me volgt klopt, maar er ontbreekt dat jij mij volgde en op mij ging haten, maar toen op een gegeven moment, toen wist je dat ik nog beelden van jou had, van die ene nacht, weet je wel. Met oh, wacht even, dit moet ik eruit knippen, jongens, iemand even. Oké, dan doen we nu het einde. Nice. Oké. Okay. Ja, maar mijn actie reactie.
Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar een nieuwe Vraagje Vrijdag. Vandaag met Enzo Knol. Oh yeah, Knol bouwen. Oh yeah, linkje in de beschrijving om te abonneren op Die Beste Man en Jordi. En ik krijg een linkje in de beschrijving. Ja, je staat er al fucking lang in, lul. Vanaf begin af aan. Jongens, bedankt voor het kijken. En geef een groen duimpje. Abonneer op Enzo, abonneer op Banjo Town hier beneden. En laat het je. Banjo!